naar de volgende startrij. We hebben ook Gilbert Rover, rennend in het team van Arie Molenaar in 48-23. Gerard Koski uit het Novotech team met nummer 17, 47, 49. John van der Punt met nummer 27. Rick Koenen en Jaap Hoogveen. Arie Molenaar, die inmiddels gestopt is, die voor het eerst van zijn carrière ook Nederlands kampioen werd in 93. Loep Bovenlier, gisteren nog even actief op het circuit van Assen met de broeders van de Goorberg, Wilco Zedelberg en Kees Doorakkers. Hij was tweede in het kampioenschap van Nederland. Bert Smit heeft het ongelukkig gisteren hier zo. Hij is toch in ons midden, daar zijn we al blij op natuurlijk. Bert Smit was derde. Arie Sala inmiddels ook gestopt, maar toch iemand op zijn motorfiets werd vierde. Adrie Nijenhuis vijfde, Rick van Etten was de zesde, Hans Koopman inmiddels gestopt zevende en Arjan Luchtmeijer was achtste. Nummer 12, Marcel Noren als eerste terug van de opwarmingsronde met nummer 6. En nummer 6, Rick van Etten uit het nooddorp de Honda. Nog even naar de wedstrijd van de HMOV. Op tweede paasdag werd gewonnen door Bert Smit, rennend voor Automagazine Jaap Middel. Voor Marcel Noren zijn teamgenoot Rick van Etten, ja, en Rob Villard, rennend voor Garage Villa MNTT. Een van de mensen ingezet door het MNTT. Ken Akaya, nee Ayo Akaya, de Finn werd vijfde en Rick Koenen werd zesde. Dennis Dupont, overgekomen van de 50ste zee van het Brommelgebeuren, werd zevende. Gilbert Rover, rijdend voor Arie Molenaar Motors, werd achtste. Chris Jensen uit Denemarken, negende. En Peter Den Heijer, die nu met Pech langs de weg staat, van Ringelberg Racing Team. We kijken even naar de start. En daar zijn ze weg. En het is een goede start, start nummer 6. Rick van Etten. En ook een goede start. Onderweg zijn voor de wedstrijd op 400. Ducati-klasse raakt naar de uitgang van het rennerskwartier. En alles in gereedheid brengen voor de wedstrijd van zo dadelijk. Natuurlijk, maar die kunnen we vanavond met een borreltje, met een cognacje natuurlijk, of maar een beetje koffie, of zonder koffie natuurlijk, of met een whisky. Alle kikken op een stokje, de eerste rijders in de 125cc, die zullen zo dadelijk bij ons participeren. En het is zo te zien, start nummer 6. Het is nummer 6, dat is niet Arjen Luchtmeijer. Dus Rick van Etten, gevolgd door Bas den Breeën, en start nummer 5, Adrie Nijenhuis uit Dieren. Dennis Dupont, Gerard van Schie uit het Movotech team op de tiende plaats. Dennis Dupont op de 11e plaats, overgekomen van de 50cc, de kampioen van de 50cc in 1993. En Hans Zwaan rijdt voor Neutrus Motoren, overgestapt van de sportklasse naar de 125cc. Hij rijdt op de Honda, gevolgd door Bas den Breeën. En op een lichte achterstand is het met nummer 5, Adrie Nijenhuis. Ja, voorbij, man. Die
supporters natuurlijk, maar ook is zij opgenomen in het op de vierde plaats Arjan Lutmeijer op de vijfde. Hans Waans op een 11e, Dennis Dupont op een 12e. John van der Bunt op een 13e, Jano Jansen, ook zijn jonge gast die overgekomen is op de 15e. Met de Yamaha zijn op de 14e positie met een achterstand van 14.92.
Heijn uit moet proberen dat kaartje naar de man te brengen. Dat is gewoon wat hier is misschien nummer 17. Wat ik eigenlijk nog even kwijt wilde, zonder andere teams daar aan te komen. De PR van het stikmogelijk team wordt gedaan door Geer van der Linden. En die heeft zijn sporen verdiend, want hij is een jaar met Hansbaan mee geweest en heeft een uur. Heel perfect uit, en dat mag ook best wel eens gezegd worden. Rick van Etten, Bas en Breeën, Adrie Nijenhuis, Rob Vlak. We missen nog steeds Geer van der Linden. Tijd van 1-3-14-722. We zien weer een aantocht. Gaat aan de achtste ronde beginnen. Kom op, Bas, zet hem op.
22 op de 10e plaats. Die haalt een achterstand van 53 op 12.